Ik stond daar, ik wist eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand was. Nee, wij waren er te jong voor om dat allemaal te begrijpen. Bent u voor de rechtbank geweest? Nee, rechtbank? Nee. Ik ben gewoon iemand, een bewaker of een blauwpijper kwam naam afroepen. Meneer de Heijer, kom er mee. Neem je spulletjes maar mee, welk kastje gaat eruit. En ik kreeg mijn bezittingen terug, wat ze uit mijn zakken gehaald hadden toen. Even tekenen en we worden hierbij vrijgelaten. En toen kreeg ik nog een kwartje voor de tram. Kijk me goed herinneren. Ik kreeg een kwartje en met de tram naar huis. Dat dossier, want er moet ergens een dossier van u zijn. Heeft u dat ooit gelezen? Nee. Nooit. Dossier? Wist ik maar. Heeft er eens een dossier? Ik zou hem wel graag willen zien. Want er zal mogelijk in staan wat er nou precies aan de hand was, hè? Ja. Daar bent u wel in geïnteresseerd, om eens te kijken wat er nou precies is gebeurd. Ik zou het wel graag willen weten, ja. Waarom? Een heleboel vraagtekens staan er. Ik ben in het Hol van de Leeuw geweest, ik ben zelfs in Duitsland geweest. Ik heb het vastgelegd, ik heb mensen gezegd, zo zit het in elkaar. Dat is gevaarlijk, dat is niet gevaarlijk. Ook van mensen, ik heb ook namen genoemd. Die man is gevaarlijk, want die probeert te infiltreren. Die is een verrader, dat is een vent, die moet je onmiddellijk liquideren. En er wordt eigenlijk een heel rijtje genoemd. U was een soort spion, hoor ik nu. Nou, noemt u het weer spion. Ik kan me niet schelen hoe u het noemt. Nou, dan was ik dat. Maar u heeft die informatie doorgespeeld aan meneer Tiemstra? Dat was onder andere, ja. En dat is eigenlijk, en dat is mijn fout. Maar u weet niet wat hij met die informatie... Geen idee. En ik heb tot op heden geen inzicht wat er gebeurd is met meneer Tiemstra. Hij is verdwenen van de aarde. Bent u ooit veroordeeld door een tribunaal? Niks. Niks. Ik heb niet gehoord, niet gezien. Ze hebben me opgepakt. Ze hebben me naar huis gezet. Zoek het maar uit. Ja, ga maar naar huis. Dat was het einde. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar dat heb ik niet in. Want als ik me omdraai, kijk, ik schot in mijn rug. Neergeschoten op de vlucht. He, dat speelde altijd nog. Zet je nak ergens. Maar dat was niet waar. Toen zei ik, ja, maar ik kan niet gelopen. Toen kreeg ik een kwartje voor de tram. Ik moest erin. Ik heb nu gemerkt, het is achter de rug. Ik ben aan de plaatsen geweest waar hij zat. We hebben gekeken. En ik kwam tot besluit, het is allemaal geschiedenis voor mij. Het zand erover. Met mijn rijken weet ik het nog niet precies. Nee, maar dat komt omdat jij er langer mee bezig bent geweest. Ja, het is een lange tijd. Ik ben er nog niet zo gek lang mee bezig. En ik heb toch een aantal punten waar ik moeite mee heb. Vooral de huizen. Toch op de duur, dan kom je tot de conclusie dat uiteindelijk kan je het uitpraten. En kan je ermee leven? Nou, dat zie ik nu ook wel in. Het moet eruit. Daar ben ik van overtuigd, ja. Maar ik weet nog niet hoe ik dat precies aan moet pakken. Misschien moet je daar een dosis lef voor hebben. Ik weet het niet. Toen het kamp opgegeven is, was ik een van de eerste die mijn huis terugkreeg. En hoe zag het hier toen in Duindorp uit? Nou, hopeloos. Alles was vernield en kapot. Gestolen. Kranen eraf, lood eraf. Pijpleidingen eruit. Al die oude loggenboeren die zaten in die woningen, die zaten alles te slopen. En er zijn bende geweest. En een muizenplaag kregen. Muizenplaag. En een vlooienplaag. Dat hadden ze gekweekt, allemaal in potjes en dingetjes. En die hebben ze, toen ze het kamp leer kwam, hebben ze dat kapot geslagen en alles losgelaten. En dat was een puinhoop. U bent hier blijven wonen in Duindorp. Ja. Het beviel u hier wel? Het beviel me best. Ten eerste, het was moeilijk aan een woning te komen. En toen werd me de toestemming gegeven om hier te blijven wonen. En nou, ik zit hier nu 51 jaar. En u bent nu een Duindorper? Voel me wel een Duindorper, ja.